Ik denk dat ik wel gewoon mijn angst een beetje moet overwinnen en dat het dan uiteindelijk heel gaaf is. Ik ben Dejan van Lieren, ik rijd dressuur, ik zit in het Rabobank talententeam en vandaag kruip ik in de huid van... Tim Lips, eventingruiter. En ik ga ervoor zorgen zometeen dat Dinja ook eventingruiter wordt. Wat houdt eventing precies in? Nou ja, eventing is eigenlijk de meerkamp van de paardensport. Want ik doe met één en hetzelfde paard moet ik en een dressuurproef rijden, ik moet een springparcours afleggen en ik moet een cross-country rijden. Die vind ik wel spannender. Het is denk ik wel heel erg belangrijk dat je als ruiter ook beschikt over uithoudingsvermogen. Hoe doe je dat, zo die uithoudingsvermogen en hoe word je zo fit? Nou ja, daar heb ik begeleiding van vanuit de KNS. Dus één keer in de week hebben we begeleiding van de fitnesstrainer. En daarnaast doe ik ook nog zwemmen en mountainbiken om fit te zijn. Oké, Dinja, nou is het jouw beurt. Succes ermee. Joepie. Ik ben bang dat ik niet weet wanneer het paard afzet of afgaat. En dat ik dan zelf een beetje mis zit, zeg maar. En dan galopeer je gewoon aan, dan ga je zitten en dan ga ik gewoon zeggen van... Nou mag je iets in de beugels gaan staan, zodat je uit het zadel komt. Waardoor je dan verlicht te zitten zit. Ja. Dat doe je doen jullie toch ook wel eens, of niet? Nee, maar dat maakt niet uit. Ben je er klaar voor om een hindernis te gaan springen? Denk het wel, ja. Oké. Nou, dan beginnen we met de laagste. Die, hè? Die, ja. Hij wordt meteen enthousiast. Hij wordt gelijk enthousiast, ja. Maar dat is het zo leuke aan onze sport. Dat de paarden die worden er ook enthousiast van. Ze vinden het leuk. Ja, ik merk het, ja. Je hebt voldoende snelheid nodig. Maar je moet ook al die natuurlijke hindernissen kunnen overwinnen samen. En dan moet je paard, zeg maar, moet je echt samen als een team werken en elkaar 100% kunnen vertrouwen. Ga maar rustig zitten. Ze doet het echt heel goed. Echt super. Het geeft wel echt een kick. En nu hebben we natuurlijk nog maar hele babyhindernissen gedaan, zo voor mij. Maar zo door zo'n bos en dan hard en over hindernissen. Ja, ik snap zeker wel wat ze daarin zien, ja. Nou, alsjeblieft. Deze is weer van jou. En heel veel succes op de Wereld Ruiterspelen. Dank je, dat komt goed. Kom alles te weten over de Wereld Ruiterspelen in Normandië. Lees het online magazine op ruitersinoranje.nl.